Ik geloof niet dat Nederland in zijn eentje dit probleem gaat oplossen. Daar komt het in feite op neer. En ik geloof wel dat we gaan veranderen. Dus we gaan niet blijven zoals het nu is, dat is ook zo. Maar ik geloof ook niet in een land vol met windmolens, waar we de mensen op 400 meter afstand een turbine van zo hoog als deurmast gaan neerzetten. Een lelijke betonnen blik wat niet af te breken is, wat in de verste verte niet duurzaam is. Dat zie ik gewoon niet voor me. Nog de Noordzee vol plempen met die dingen. Ik waak daarvoor. Dus kijk, daar vindt u me gewoon niet aan uw zijde. Maar ik geloof wel dat dingen veranderen. Maar dat moet geleidelijk gaan. Dat moet niet. Kijk, wat de heer Kops net zegt. 600 van die oude vieze kolencentrales worden in Azië neergezet momenteel. Dan gaan wij hier stoeien over het sluiten van één. Het is niet in verhaal. En we betalen de prijs. En daar moet ook op gelet worden, want dat kunnen we niet aan de politie uitgeven. We geven het niet aan de zorg uit. We geven het niet aan al die andere zaken uit die wij ook zo belangrijk vinden. En dan moet je op een gegeven moment ook eerlijk over durven zijn. In plaats van maar zeggen van miljarden die kant op zonder rendement. Dat vind ik gewoon niet verantwoord. De heer Thijssen, ook nog een interruptie? Ja, nog wel even een interruptie. Want meneer Eertmans, waarom is het toch allemaal altijd zo negatief? De elektriciteitsprijzen nu in Nederland voor de industrie zijn lager omdat we windenergie op zee hebben. Zonder subsidie. Zijn we beter af. Als je een energie-neutraal huis woont, heb je geen energierekening meer. Kan je ook beter af zijn. De total cost of ownership van een elektrische auto voor zakelijke rijders is nu voordeliger dan voor een fossiele auto. Dus zelfs als je klimaat wel of niet belangrijk vindt en of je het wel of niet onzin vindt, ook financieel zijn er nu al door het verstandige beleid of stukjes van het beleid wat er gevoerd is, zijn we gewoon beter af. En door de ontwikkeling die we gedaan hebben. Ja, meneer Bontebal, ik kan ook complimenten geven. U bent tot de helft gekomen van uw doelstelling. De andere helft, daar zitten we hier voor. En meneer Eertmans stond ook nog een vraag aan u. Dus kan het wat optimistischer en laten we dan kijken daar waar het knelt. Want daar moeten we dan ook oplossingen voor bedenken. Die windmolens waar te veel weerstand tegen is. Want er zijn ook heel veel windmolenparken waar mensen heel blij zijn met die windmolenparken. En een vraag aan de Eertmans is, wat zijn de kosten van de gevolgen van klimaatverandering eigenlijk? En kunnen we ons eigenlijk veroorloven om klimaatverandering maar gewoon op hol te laten slaan? Punt. De heer Eertmans. Nee, ik ben helemaal niet optimistisch over het klimaatbeleid. Dat is juist het probleem. Ik denk dat de mensen op Zuid in Rotterdam, als u daar naartoe gaat, zich aan de PvdA vragen, wie gaat dan mijn elektrische keuken betalen? Mag ik dat dan ook graag horen? Is dat ook uw winstmodel, dat die mensen dat allemaal uit de flappentap trekken? Nee, daar komt misschien nog een belasting van meneer Van Poelgeest bij. We zien mensen met angst en beven bij de pompen staan straks. Als ze niet elektrisch gaan rijden, worden ze gestraft. Dus er is heel veel zorg in Nederland. Ik lees u de resultaten voor van Maurice de Hond. Die liggen er denk ik niet om. En heb je ook rekening mee te houden in plaats van de bubbel van de PvdA en GroenLinks. Zijn er inderdaad mensen buiten die bubbel die helemaal niet rondkomen. En inderdaad bang zijn voor heel veel gevolgen. En dat zijn niet de gevolgen die u ziet namelijk van meneer Al Gore. Maar die zien de daadwerkelijke gevolgen van wat krijg ik aan voor mijn neus hier zo meteen. Een turbine van 200 meter. Of mag ik weer gaan bloeden voor deze ambitie. Terwijl we weten één ding zeker. Ook als Nederland aan alle voorwaarden voldoet, alle voorwaarden van het Klimaatakkoord Parijs, dan wordt het effect met 0,0000 graad bereikt. Dat is KMI-proof, zou ik willen zeggen. Dus sorry, met dat soort verhalen moet u niet aankomen. Dat is gewoon de mensenrad voor ogen dragen. Het gaat gewoon heel veel geld kosten en de vraag is waar het toe leidt.